otra vez. Aquí la tengo otra vez. Diciendo que quiero otra vez. Hele goedemorgen. Goedemorgen. Demi die gaat keihard aan het werk aan de vlog. Ja. Dus die gaat deze keer niet mee naar beneden. Deze keer, zal ik jullie stiekem vertellen, ga ik met Daniel. Nou, dat wordt wat, Demi. Nou, succes. Daniel en ik, die zal ik je zo laten zien, die gaan naar beneden. Want we moeten het een en ander halen. En we moeten ook even de schaampjes naar de bank. Dus dan kan ik voor hem gaan vertalen. Dus, maar ja, Daniel is natuurlijk niet zoals Demi, die altijd gezellig eventjes wacht. En dat we met tweeën lopen, want die zit volgens mij al in de auto. Hola. Hi, how are you? How are you? Are you taking care of the... This is Claire, our lovely neighbor from Palopos. She's taking care of the what's the name in English? Garden. No, but the grapes. Oh, the vine. Oh, the vine. The vine. Claire die ruimt altijd alle troep op in het dorp. Ze is ontzettend lief. Oh, I have to stay 1.5 meters. I'm sorry. You forget sometimes, hè, that it is happening. Nou, we gaan naar de auto. Hele goede morgen, Daniel. Wat gaan we doen? Heb je mondkapje bij je? Nee, die moet ik vergeten. Oh, die moet je dan wel eventjes hebben, hè? Of doe je die van papa op? Ja, ik doe deze wel even op. Oké. Okay. Het is me helemaal zo. We moeten de bank in, dus we moeten wel een mondkapje hebben natuurlijk. Ja, doe ik die wel even op. Ja, nou zie je het, hè. Gaan we samen gezellig op stap. Dit is een keer wat anders dan met Demi. En als Daniel rijdt. Dus dat is ook wel erg lekker, dan hoef ik niet te rijden. Kan ik er lekker naast zitten. Eventjes wat dingetjes regelen op de telefoon. En dan gaan we op naar de bank, hè Daniel? En naar de bouwmarkt. En naar de bouwmarkt, want we moeten ook nog weer eventjes buizen halen bij Arsenio. Voor de riolering. Dus die nemen we ook gelijk mee. Wij zijn in La Mamola aangekomen. Het is prachtig mooi weer vandaag. De zon schijnt, hè Daniel? Ja. Zoals elke dag, hè? Ja, nou ja, elke dag. Het regent hier ook wel eens. Dat moet je even een knopje indrukken. En dan moet je hem één keer draaien naar het streepje hier zo. En dan, ja. En dan gaat hij eruit. Ja, dan zit er een beveiliging op. Mijn mondkapje ook. Ik heb een, even op. Een beetje een rot mondkapje bij, maar... Ja. Het is wat het is. Het is wat het is. En je moet er toch één op, toch? Ja, zeker. Ik hoor dat jullie ook veel mensen op veel plekken mondkapjes moeten gaan dragen in Nederland. Wij zijn er inmiddels aan gewend, of niet? Ja, zeker. Het is niet meer dan, het is meer dan normaal, toch? Ja, toch? We doen het al vanaf maart. Ja, ik druk hem in. Kijk eens mensen, wat een uitzicht. Dan moet je even naar de bank. Nou, dat is toch helemaal verschrikkelijk hier zo. Als je dan 's morgens naar de bank gaat, en dan mag je gelijk even genieten aan het strand. Daar is de bank. Dat heb ik niet in Nederland hoor. Als de bank dan nog dicht is, dan ga je hier gewoon eventjes op het randje zitten. En dan ga je gewoon even wakker worden. Of je gaat even een koffietje drinken, zoals Demi en ik altijd doen. Heerlijk genieten van het leven. We hebben de zaken geregeld, Daniel, of niet? In La Mamola. Ja. Ik heb mijn Spaanse bankpasje opgehaald. Eindelijk. Dus ik heb nu ook een Spaanse rekening. Dat is wel makkelijk, hè? Ja, dus kan ik ook in Spanje miljonair worden. Oh, je bent het in Nederland ook al dan? Ja, in Nederland zijn we natuurlijk al. Dus nu is het toch een challenge in Spanje. Oké, nou ik ben benieuwd hoe snel je dat gaat lukken. We gaan nu op naar Arsenio. Ja, gaan we wat spulletjes halen. Die gaan we inladen in de auto. Kijken of dat lukt, want normaal hadden we natuurlijk de bus. Ja, we moeten natuurlijk die PVC-buizen meenemen voor de riolering. Die zijn 3 meter lang. Bij 1,60, dus het zijn wel flinke buizen. Dan steekt hij hier zo meteen denk ik doorheen. Ja, zo schuin. In het midden. Zo schuin, dus dan ga ik achterin zitten. Achter jou. Kan ik ze tegenhouden, dat ze niet op je vallen. Ja. En dan moet het goed gaan komen. Oh,
zet hem even vakkundig eens achteruit. Zo goed. Zie, así está bien. Nou, hier hebben ze alle materialen. Er gaat een container open. Kijk eens even. Hier liggen ze allemaal. Daniel, wil je even helpen? Dan loop ik even naar de auto. Quattro, hè? Ja. Waar ga jij zitten dan? Achter mij. Ga je achter mij zitten dan? Ik ga je achter jou zitten, ja, zeker. Deze moet iets opschuiven. Ja. Oh, het gaat net passen. Hoppa. Nou. Oh, dat wordt een beetje moeilijk. Moet je achter mij gaan zitten? Ja, maar ja, maakt niet uit toch? Nee. Ik hou ze wel tegen voor je dan. Ja, dan moet alleen nog een put hebben. Ja, voor in de grond. Ja. En er wordt hier hard gewerkt 's morgens, hè Daniel. Okay. Alles wordt leeggehaald. Grote opslag. Nou, lo tienes más pequeño. Sí, está pequeña, pequeña. Déjame ver, por favor. Esto es más grande. Eso está bueno. ¿Esta? Sí. Venga. Hasta luego. Goeie put, Daniel. Ja, super. Niet te groot, niet te klein. Spuit het nog even af. Ja. En wat hadden we nou nog meer nodig? Voedsel. Ja, oké. Okay. Nee, jij wou met hij. Oké. Daniel die was even bezorgd dat de put niet overkomt, maar hij kan dus wel lopen. Buenos dias. Buenos dias. Necesitamos, hoe heet het ook weer, Daniel? Las legas, de puntos. De arreglarlo. Ah, la tapa. Gris. Loop jij even mee? Ja. Hoeveel heb je er nodig? Nou, gris. Is dat blanco? No. Is dat gris? Nee, is grijs. Is dat nog gris? Dat is toch grijs? Nee. No. Het is maar oscurillo. Die is donkerder. Het is maar oscuro, het is maar claro. Die is lichte grijs. Gris. En dit is donkerder grijs. Welke wil je? Pero yo tengo un paquete otro, también el mismo marca, pero más gris. Dan zal het die zijn. En waar had je die gekocht dan? Hier ook. Dat is ook van Groffo, die wij hebben. Hij is veel grijzer. Kijk eens. Ik denk dat het jij... Tienes que mirar la numeración. Dan moet je naar het nummer kijken. Ja, is zo antracita. Sí, antracita. Maar antracita is nog gris. Antracita is gris? Nee, antracita is geen grijs. Nee. Even een vraag voor iedereen. Antraciet is geen grijs. Volgens mij is antraciet ook grijs. Daar, nee, ja? Antraciet is geen grijs. Volgens mij wel, maar... Yo miralo, no. We gaan het nakijken. Daniel gaat nu zelf even erin. Kijk eens, vraag. Is antraciet grijs? Yes, hij heeft het gevonden hoor. Volhardend als hij is. Oké, ik heb een ander, het mismo. Ah. Yo, claro. Kijken? Kijk, gris. Ah, volhardend als hij is. Ja. Hij heeft het gevonden. Ik heb die tintasonalidades, claro. En ze zegt, er zijn allemaal verschillende kleuren. Ik dacht altijd, antraciet is grijs. Maar hier staat dus ook echt grijs op, Daniel. Ja. Laat eens kijken. Kijk, hier zo. Gris. Kijk, oh ja, gris. Zie je? Je hebt helemaal gelijk. Nou, ik moet natuurlijk achterin zitten. Moet jij even de achterdeur open doen als je wil? Ja. Even kijken of ik er nog in pas. We zitten hoor, Daniel. We kunnen. Nou, top. En jij ook. We gaan weer terug naar Polopols met alle spulletjes die we gehaald hebben. Ik zal jullie even meenemen waarom wij deze buizen gehaald hebben. Fernando is druk aan het werk
Kijk, er komt een gat. Die gaat hier naar binnen in de studio. En daar hebben ze alles uit de weg gezaagd. En dan komt daar de aansluiting in het gat. En dan ligt er een nieuwe afvoerbuis. Er komt een hele mooie nieuwe put. Zo doen ze dat hier al in Spanje. Dit is de put. En die komt hier dan in de grond. En dan mocht je dan een verstopping hebben, dan kunnen ze de boel zo door de stoppen. Dit is natuurlijk de tweede studio waar we mee bezig zijn. Het is nog echt een ravage. Maar ja, het komt goed. Het plafond is goed. Dat wordt een kast. Hier komt een mooi bed. Televisie. Tafel waar je lekker aan kan eten. Hier komt een hele leuke bank. Die ook nog als slaapbank kan. Hier komt een nieuwe deur met een lang raam in. Dan komt hier een groot raam in dat je lekker licht nog in de kamer krijgt. Dit is natuurlijk het mooie nieuwe raampje wat de Jurg erin gezet heeft. Hier komt dan de keuken. Met allemaal gezellige dingen. Hier zie je het gat van de andere kant. En dan gaat hier dus helemaal de buis erin. En dan wordt dit... Kijken jullie even goed. Dat wordt de doucheruimte. Het plafond is al helemaal gedaan. Dat is al helemaal mooi gemaakt. Maar jullie zien het. Er is nog heel wat werk te doen. En we moeten natuurlijk wel zeggen dat... Daniel en Jurgen natuurlijk alleen maar bezig geweest zijn met het huis van Karen en Edwin. Dus ons eigen werk is een beetje blijven liggen. Maar vooralsnog zijn we er nu ook aan begonnen en gaan we alles in orde maken. Zodat als straks de corona over is, dat we een tweede studio hebben waar de mensen heerlijk kunnen gaan slapen. Daniel die gaat even koffie maken. Ja, want ik ga weer naar het huis. Verder aan het huis werken. Ik heb ze net even de studio gezien, waar we die afvoerbuizen voor gehaald hebben, die rioleringsbuizen. Dus ik heb ook de studio van binnen even laten zien dat dat stilgelegen heeft, omdat jullie zo keihard aan het klussen zijn in het huis van Karen en Edwin. Zeker weten. En dat je en natuurlijk in eigen studio. En in jullie eigen studio en dat je je niet in drieën kan delen om dan ook nog eens in die studio. Na uren alleen maar. Ja, dus ik heb ook even verteld dat we nu inderdaad rustig gaan ook wat beginnen in deze studio te doen. Ja. Zodat hij na de corona, als de corona over is en de mensen mogen weer allemaal op vakantie, gezellig op vakantie kunnen komen, toch? Zeker weten. Daniel die wil met mij de vlog niet afsluiten. Vond je deze video nou leuk? Doe dan even een blauw duimpje. Geef hieronder even een reactie wat je ervan vindt. Je bent vast en zeker al geabonneerd, want anders kijk je niet. En dan zeggen we gewoon tot morgen. Toedels! Wat ben je allemaal aan het doen? Wat zit eronder? Ga eens even kijken. Wat zit er onder de kast? Ga kijken onder de kast. Ga kijken onder de kast. Ga kijken onder de kast. De bal. Ga de bal pakken. De bal. Pak de bal. Pak de bal. Pak de bal. Ja, je hebt de ballen. Kijk in de bal. Ja, je hebt de ballen. Je hebt de ballen.